Helmond naar Venray gereden. En van Venray weer verder naar Kevelaar. En van Kevelaar richting Santen. Maar daar zijn we nu nog niet. Vannacht zijn we hier op deze camping gebleven om te overnachten. Leuke plek in de buurt van Santen. Zometeen gaan we weer verder. Dat is het einde van dag 1. Goedemorgen mensen. Gisteren zijn we gereden van Xanten verder naar Kalkar. En van Kalkar helemaal langs de Rijn naar Emmerik. En dan bij Emmerik zijn we via een mooie rode brug weer de grens overgestoken richting Nederland. Toen kwamen we bij Serenberg. Uiteindelijk zijn we hier in de buurt van het Pieterpad beland. En nu start dag 2. Ik heb hier vannacht overnacht en het is echt een geweldige plek. Heel erg mooi groen en veel natuur. Dus ik heb heel veel zin in om dadelijk door te fietsen. We gaan vandaag naar Zelhem. Dat is een klein dorpje in Gelderland. En via daarna door richting Hengelo. Een beetje in de buurt van Vorden komen we vandaag. En Lochem. Ik ben heel benieuwd of het allemaal naar plan gaat. En mijn koffie is bijna klaar. Dus dit was het verslag van dag 2 en de start van dag 3. Zo, toch nog niet helemaal aangekomen in Hengelo. Dus vandaag de tweede poging, dag 4. We gaan verder naar Hengelo, Oldenzaal en Noordhorn. Nou, dat gaat leuk worden.
Goedemorgen. We zijn bij Hoogsteden. Dag 5 van de fietstocht. Achter mij stroomt de plek. We hebben overnacht bij een prachtige camping. Kijk, dat kunt u ook zien. Hier zijn prachtige bloemen te vinden. Prachtige bloemen in het veld. En we fietsen zo meteen door naar Emmen. En hopelijk blijven deze regenwolken een beetje achter ons en kunnen we die omzeilen, want anders wordt het een natte tocht. Vandaag dag 6 en we zijn aangekomen in Borger. Zometeen fietsen we door. Ik denk dat we nog wel langs een paar hunebedden zullen komen. En dan vervolgen we de route. Zo, een beetje vergeten welke dag we ook alweer waren. Ik dacht 6 of 7. Vannacht heeft flink geregend. En we gaan vandaag door naar Hardingen. Mijn spullen liggen in ieder geval op het droge. Dus ik denk dat het goed moet komen. En het is weer maandag. Vandaag hebben we hier overnacht achter mij de IJssel die we vandaag gaan vervolgen richting een heel groot woud. En dan moeten we nog even kijken of we wel echt naar Harderwijk gaan of dat we misschien het woud vervolgen en dan ergens bij de IJssel weer de draad oppakken verder richting het zuiden. Daar ben ik nog niet helemaal over uit, maar dat zullen we dan tijdens het fietsen wel beslissen.
Vannacht hebben we overnacht bij kampeerboerderij De Sporthoren in Nijkerk. Dus we zijn iets verder afgezakt dan we eigenlijk van plan waren. Maar dat is geen probleem, we gaan vandaag verder naar Huizen, richting Naarden en richting Muiden en Amsterdam. En vanuit daar verder naar Den Helder. We volgen de Zuiderzeeroute. Dus vanuit daar zien we wel weer verder waar het schip strandt. Goedemorgen, we staan hier vandaag bij het Kinselmeer aan die kant. Daar ligt een dijk, daarachter ligt het Markermeer. Het is vandaag woensdag 29 juli, dag 10. En we gaan vandaag door naar Haarlem. Ik zie jullie daar. Zo, we zijn hier vandaag bij de kust van Scheveningen. Achter mij zie je het grote reuzenrad al staan. Vannacht hebben we geslapen bij de buurt van Noordwijk. Leuke camping. We gaan door naar Spijkenisse en vandaar vervolgen de weg weer richting huis naar Brabant. De 12e dag, we zijn bijna thuis. We zijn weer in Brabant. Het blijkt dat je toch in Brabant nog altijd kan verdwalen. We zitten hier in een of andere boot. Het is 31 graden Celsius, het is hartstikke heet. Dus we nemen een stop voor een korte pauze. Zo, dit was alweer de laatste dag op weg naar huis richting West-Brabant. Dit is het einde van onze lange reis.